Ja, vrienden, een tijdje geleden werd ik gewaarschuwd door een paar hele trouwe volgers. En die zeiden tegen mij, Harry, ja, ik ben bezig met die provinciale statenverkiezingen. En ik ben bezig met stemwijzers en kieskompas en weet ik veel. En dan wil ik kijken welke partij dan bij mij hoort. Nou, die zeiden, maar er klopt helemaal niks van. Alles wat ik wil gaan stemmen, dat komt helemaal nooit naar voren. Dus ze komen allemaal met andere partijen. Klopt dat allemaal wel? Dus ik denk bij mezelf, nou, dat ga ik dan ook even doen. He, want jullie weten ongeveer wel waar ik sta, hè? Politiek, ja. Een beetje toch in het midden, weet je wel. Ik bedoel, klimaat en zo. Ja, dan ben ik het niet eens met alle ontkenners. Totaal niet, maar ook niet helemaal niet eens met al die activisten. Dus ik zit dan ergens daar in het midden. En dat is bij mij ook met de stikstof. Want die boeren moet je natuurlijk veel beter behandelen. En dan moet je iets meer nog studie nadoen naar het stikstofgebeuren. Dat soort dingen. Zo sta ik dan een beetje in de politiek. En dan vind ik dat het kabinet zo slecht gedaan heeft. En net als in de voetballerij. Als je niet goed speelt, dan ga je even op de bank zitten en komen er nieuwe spelers. Dus vrienden, ik ben dat ook gaan invullen. Die stemwijzer en zo'n kieskompas. Nou, hier, let erop. Ik ben begonnen in Drenthe. Hier, kijk even mee. En wat zien we daar dan? Lokaal Drenthe staat op 1. Oké, nou dat kan gebeuren. Niks aan de hand. Maar daarna komt dan D66. Oh, daar moet ik helemaal niks van hebben. En dan komt VVD en CDA. Precies de partijen die ik helemaal niet wil. Hey, en niks van wat ik eventueel zou willen stemmen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, BBB of Ja 21. Want die kant zou ik dan opgaan. Nee hoor, die kwam helemaal niet voor. Ik denk, nou, dan ga ik het proberen in Overijssel. Hier, moet je opletten. Overijssel, daar komt hij aan, hè? Hier. VVD, ja, hier. Gaan we weer D66. En ook de ChristenUnie. Dus de hele coalitie bij elkaar. Nou, hey vrienden. Ik denk, nou weet je, dan ga ik naar de kieskompas. Dan ga ik dat doen. En hier komt die kieskompas Zuid-Holland. Let op. Gaan we hoor. Hier. Dan ben ik dat rode dingetje in het midden. Hè? Zie je dat? Ja, dat ben ik dan. En dan de partijen die ik dan leuk zou moeten vinden. VVD, SGP, 50+, en CDA. Nou ja, vrienden. Zie je? Nou ja, ik denk bij mezelf. En ik zeg het ook maar tegen jullie. Volg het niet, die stemwijzer. En volg geen kieskompas. Want het klopt gewoon niet. En volg gewoon je gevoel. En volg je hart.